Sowieso welkom aan bij deze gloed nieuwe aflevering van Minecraft. Minecraft Survival Modpack. We gaan vandaag weer lekker Minecraft doen. Ik ben vandaag weer in mijn eentje en jullie zien waarschijnlijk al een pauzeknopje. Jullie zien ook waarschijnlijk dat het heel donker is en vooral een rode kleur heeft momenteel. Dat komt omdat er weer een Blood Moon is Rising Up geweest is. Zoals je hier ook kunnen zien. Ik ben ook juist net, echt letterlijk net voor de deur dood gegaan met de Blood Moon. Dus daar moeten we heel eventjes op wachten. Ik ga waarschijnlijk na de aflevering ga ik waarschijnlijk alle Pandora boxes en dingetjes openen. Ik was ondertussen bezig met daar nog een twee waterwheels eigenlijk bij te plaatsen. Dus ik ga die even afwerken. Volledig eigenlijk afwerken. Ik zie dat ik er trouwens maar één kan bijplaatsen. Ik heb er niet genoeg voor twee. Dus. Ik dacht dat ik er twee kon bijplaatsen. Kijken of ik er twee kan maken nog. Heel misschien wel. Ik weet dat het echt heel veel de laatste tijd met energie te maken heeft. Komt omdat het echt wel nodig begint te hebben eigenlijk. Vooral eigenlijk ook de nodigheid is eigenlijk... Ja, nog altijd voor de Quarry Plus die men eigenlijk moet maken. En waar ik het echt vooral nodig heb. Waarom we echt wel... redelijk veel energie voor nodig hebben. Kijken of ik het zo kan doen. Nu wel kunnen maken. Zijn er nog een keer vier. Zo. Daar ga ik weer automatisch eten. Dan moeten we deze nog maken. Kunnen we deze sowieso gelijk maken? Nee, voor we hebben geen LV coals meer. En LV coals hebben we nodig door de kutters te gebruiken en waarschijnlijk heb ik die niet meer. Ik heb die wel nog. Ik moet er zo twee hebben. Ik weet niet hoeveel dat ik er kan maken zo. Ik heb nu 24. Ik heb nog 6 bijmaakt, dan heb ik het 40 op zich, denk ik wel, omdat we met 40 toe gaan komen. Ik kan hem nog een keer bij mij pakken. Dat is 1. Kunnen we sowieso al 1 maken ervan. En dan moeten we nog een keer deze hebben, kunnen we niet maken. Geen probleem, ik heb normaal genoeg kools staan. Is 2. En dat is nummer 2. Oké, top. Dan moeten wij een MV wire connector hebben. Ik weet niet of we dat nog in ons systeem zitten hebben namelijk. We hebben wel nog MV wires, dat is geen probleem. MV, dat is LV. Dat is LV. Niet dat we nog een MV hebben namelijk. Even een MV bijmaken. Even een wire connector bijmaken. En dan moeten wij de... hoe noemt die paal nu weer? Immersive. Moeten we deze nog hebben? Immersive. Als we deze nog hebben, ga ik er ook 2 proberen van te maken. Noemt die wooden post. Zo. Kunnen we wel nog eentje maken eventueel. We hebben hier ook nog 2 van. Nou, dan hebben we er 5. Dan hebben we sowieso genoeg ervan.
Geloof mij, daar hebben we sowieso genoeg van. Dus dan is dit sowieso al binnen. Ondertussen is het nog altijd een lekker nacht. Tot ziens. Zie ik eigenlijk überhaupt al ergens de zon opkomen of niet? De zon komt daarop. Het begint langzaam. Langzaam licht te worden, zo te zien. Ik ga eventueel proberen voor de Enchant Mover te maken. Ik denk niet dat we genoeg energie hebben ervoor. We hebben 300 miljoen, weet je. Zou kunnen. Ik weet niet hoeveel dat we eigenlijk nodig hebben ervan. Staat er ook niet bij hoeveel dat we nodig hebben. Dat is eigenlijk echt heel jammer dit. Maar we gaan ook kijken. We gaan het in de gaten houden dus. Maar kan ik dat hier opzetten? Nee. Nee, ik kan dat hier niet opzetten. Dus nee. Het is sowieso al licht aan het worden. Ik kan al proberen met de... om ver genoeg te zien te gaan. Jeetje. Kijk hoeveel monsters dan hier staan. Kijk hoeveel monsters dan hier staan, jongens. Oeh, Enderman. Kijk hoeveel monsters dan niet staan. Kom dan. Dat is klote. Ik ga nou maar lekker staan. Hij heet daar maar lekker dood. Ik heb trouwens een half hartje. Zo.
Nou, top. We zijn in ieder geval, we hebben het overleefd. Vraag me niet hoe, maar we hebben het wel overleefd. Dat is al een voordeel eraan. Stone bricks, zo. Goed. Ik was hier trouwens bezig voor de aflevering met dit eigenlijk allemaal te fixen. Ik wou het eigenlijk voor de aflevering gaan fixen ook, volledig. Alleen dat is niet goed uitgepakt, namelijk. Door de Blood Moon was dat niet echt goed gekomen. Wat ik dus een beetje jammer vind eigenlijk. Maar goed. Ik ga rap even dit gat opvullen. Want hey, een mooie tuin is al een begin van een mooie ronde. Juste past waarschijnlijk. Zo. 1, 2, 3. Hier moet er 4 van komen. Yes. Dan moeten we hier ons dingetje maken. Dus dan moeten we hier zo doen. 1, 2, 3. Hier. Zo. Heb ik genoeg steun of niet? Ik vrees er eigenlijk voor. Nee. Dus niet genoeg. Had ik al een klein vermoeden naar. Maar we moeten wel sowieso hier deze blok moeten we wegnemen. Aan de andere kant ook namelijk. Want dat wordt onze blok van onze dingen. Dat was nog niet genoeg stone, dus ik ga heel uit de stone moeten gaan bijmaken. Spijtig genoeg. Die dingen disconnecten ook altijd. Ik vraag me echt af waarom dat gebeurt, maar goed. Kan gebeuren, zeker. Even stone erop bij maken. Dan moet ik hier buckets hebben. Weet je, jongens, ik ga even dit heel snel afwerken en dan ben ik zo bij jullie terug vanaf dat dit afwerkt. Dus tot zometeen. Zo, we zijn ondertussen weer terug. Jullie hadden ook gezien dat ik tussen de. Of terwijl de Blood Moon bezig was, hebben jullie ook gezien dat ik de Enchanting Table klaar had gezet. Die is ondertussen klaar, de Enchant Mover. Ik zie alleen dat er iets niet goed gegaan is met mijn quarry. Oh, die is er nu wel goed gegaan. Ik ga gelijk een quarry plus maken. We hebben ondertussen redelijk wat energie dat binnenkomt. Nog niet voldoende voor heel de boel te poweren. Of in ieder geval voor de energie op te bouwen terwijl die aan het werken is hier. Maar er komt wel er al redelijk veel binnen, zoals jullie. Of ja, zoals jullie ik jullie nu ga laten zien. We hebben ondertussen 2, 4, 6, 7 van die waterwheels bij. Wat dat uiteindelijk mijn bedoeling is, aangezien dat ik hier echt niet echt verder meer kan gaan, ben ik eigenlijk van plan voor hier uiteindelijk. Dus ja, ik weet nog niet hoe dat ik het hier ga doen, voor het komt eigenlijk juist niet uit. Mijn dingen. Heel misschien even die rotplanten uit weghalen.
Zo. Heel misschien dat ik eigenlijk dit water eigenlijk gewoon nog verder zet tot en met hier of zoiets. En dat ik dan eigenlijk gewoon... Ja, hier is dus de hoek. Dat ik dan bijvoorbeeld 1, 2 doe. Dat ik dan hier bijvoorbeeld een muur maak. Op deze plek een muur maak. En dat ik dan hier eigenlijk gewoon weer begin met een aantal waterwiels. Tot wanneer dat ik dan hier eigenlijk op het einde ben. En misschien dat ik het hier op het einde iets ga uitbreiden. Maar dat weet ik nog niet. In ieder geval, ik ga wel meer waterwiels maken sowieso. Want het gaat echt puur tussen de afleveringen door zijn. Want ik ga echt wel proberen volgende aflevering... En ik wil het echt wel gaan doen volgende aflevering eigenlijk. Wil ik echt wel gaan proberen voor de Quarry Plus te gaan installeren. Volledig te gaan installeren en ook volledig klaar te zetten. En alles voor te gaan bereiden voor... Ja, ik moet eerlijk zijn, ik ben al een aantal afleveringen bezig met nu alles klaar te zetten voor de Quarry Plus. En het wordt echt wel tijd dat ik het ga klaarstomen of effectief ga... ga aanzetten, omdat het echt wel ondertussen heel lang aan het duren is eigenlijk, met de Quarry Plus. Dus sowieso volgende aflevering gaan we lekker een Quarry Plus opzetten, alles ervoor klaarzetten. Ook de juiste materialen voor klaarzetten, plus ook ons energiesysteem aansluiten erop. Quarry systeem of ons... Even denken wat ik... Zo, die loopt leeg. Die loopt hier vol en die loopt hier leeg. Top. Sowieso ons ME-systeem erop aansluiten waarschijnlijk. Oh. Ik hoor hier ergens een creeper. Ik weet niet van waar. Het komt... sowieso ons energy of ons ME-systeem erop aansluiten. Ik ga waarschijnlijk nog ME-drives moeten bijmaken. 9 van 10 ga ik dat zelf moeten doen voor... Ja, onze ME-drives zitten eigenlijk zo... Zitten eigenlijk echt wel redelijk vol, als ik heel mag zijn. Ja, juist 16k dan. Die zit, ja, nog, die kan nog redelijk veel hebben, namelijk. Als ik dat zo bezie... Deze zit ook nog niet echt vol. Deze zit, ja, 62 van 63 types. Ons, ja, deze was enkel gemaakt op cobblestone. Deze, die zie je ook, zoals ik nu de cobblestone. Dus nu ga ik geen cobblestone meer hebben. Dus deze is enkel gemaakt op cobblestone. Daarmee kunnen we wel nog voortdoen. Is geen probleem op zich. Dus ik zou zeggen... Onze Quarry Plus staat er, of is in ieder geval klaar. Deze smet ik even allemaal weg. Vuilbak in. En dan kunnen we sowieso de Quarry Plus plaatsen. Ik ga hem gelijk ook plaatsen, weet je. Ik wil hier wel al de link geven dat ik hem geplaatst heb. Kijk eens aan. Ik zie wel dat ik mijn dingen kwijt ben. Dat is minder. Ik ben nu wel benieuwd, maar dat weet ik nu niet 100% zeker hoe hoog dat het wordt. Normaal 4 als het mij... Ja, 4. Dus... En als ik me niet vergis, als het goed zou zijn... Dan moet ik even kijken nu. Als het goed is, heb ik geen last van... jawel, ik heb wel last van het water zo te zien. Daar in ieder geval niet. Hier wel, zo te zien. Hier wel 1 laag. En hier dan 2 lagen. Ja, hier ga ik er nog iets op moeten verzinnen, zo te zien. Maar ik wil namelijk geen last hebben van water eigenlijk. Dus hier ga ik waarschijnlijk nog het gebied een klein beetje moeten aanpassen. Ik denk dat ik hier gewoon even... Hoor, hier zie ik echt wel dat van op het laagste punt eigenlijk is. Dus hier moet 4 lagen omhoog gedaan worden. Ik ga dat waarschijnlijk ook wel tijdens de off-screen doen. Hier lekker opvullen, dus dat dat ook weer netjes wordt.
En dan jullie, of dat er geen water in mijn mijn loopt, sowieso. Dat is sowieso niet echt goed water in de mijn, dus. Ik denk dat ik al weet waar de creeper zit. Daar dus. Rip. Rip. Ja, daar spannen creepers en monsters allemaal, hè, nu. Rip. Nou ja. Goed, maakt niet uit. Kan gebeuren. Goed, in ieder geval jongens, ik ga lekker... Ik ga eerst nog een keer het bedje in kruipen hier. Als ik dat donker ben te worden. En dan ga ik lekker even de aflevering op pauze zetten. Ben ik zo terug vanaf dat we op onze Chance Cube en Pandora Box plaats zijn. En hoop ik daar alle spulletjes. Dus jongens, ik ben zo meteen terug. Zo, we zijn ondertussen terug op onze Chance Cube plek. We gaan lekker de Chance Cubes openen. En de Pandora Box natuurlijk. We beginnen met de kleintjes. Oké, ik ben flammable. Dat is zuur. Ik ga nu doodgaan. Zijn we elkaar ook aan te killen? Zitten we zijn elkaar aan het killen? Kill maar. Zo, ik heb opeens een bericht van iemand random. Er is iets gebeurd, maar ik weet niet wat. Zo, TNT. Die is dood. Ik krijg echt vol bak berichtjes nu. Heel veel monsters. En ik heb een shutting down. Lekker. Nah, dit is echt heel kut. Dit. Of heel vervelend. Dit. Jongens, ik ga jullie de laatste Pandora Box besparen. Ik ga jullie die geven op de laatste of in de volgende aflevering. Ik ga waarschijnlijk de server niet in geraken momenteel. Ik ga kijken of ik de server in raak. Ik denk het niet. Misschien wel. Heel misschien wel. Ik denk het niet. Ik denk het echt niet dat ik de server nog in raak. Nee, ik raak het zelf niet in. Jongens, ik ga jullie laatste Pandora Box houden voor de volgende keer. Dus ik zou zeggen, hopelijk even genoten van de aflevering. Hopelijk zien we graag volgende keer terug bij een nieuwe aflevering. Heet zeker een like, beneden natuurlijk als ze niet eraan super nice zijn. En dan zie ik hem graag volgende keer terug bij een nieuwe aflevering. Dus jongens, ik zeg voor nu, zoals altijd, bye. Bye.